In deze aflevering van Op bezoek in Twente bij nemen tukker Yvette Bos en haar dochter Pippa, hun gasten Roos van Vught en haar tweeling Lucas en Amelie, mee op kidsavontuur door Twente. Yvette Bos, een actief mama-blogger uit Twente, en haar dochter Pippa. Zij neemt mee Roos van Vught, een ondernemende twitteraar uit de Randstad, en haar tweeling Lucas en Amelie. Ze ontmoeten elkaar in het Twentse Markelo, bij ezelstal Barg Dieks. Hoi. Goedemorgen. Welkom. Hallo. Goedemorgen. Hi. Yvette. Roos. Aangenaam. Hi. Ik ben Lucas. Hi, ik ben Yvette. Ik ben Yvette. Welkom in Twente. Hallo. Ga lekker zitten. Een mooi weer. Je komt uit Amsterdam, toch? Ja, klopt. Zijn jullie eerder in Twente geweest? Nee. Nee? Nee, zij nog niet. Ik ben hier wel een beetje in de buurt geboren. Ja. Maar als kind hier, ja, deze omgeving wel gespeeld, maar ja, eigenlijk daarna nooit meer. Hebben jullie een idee wat we gaan doen vandaag? Nee? Jij ook niet, hè, papa? Nee. Een hele goede morgen en welkom bij Ezelstal Barg Dieks. Deze boerderij ligt net buiten Markelo en is omringd door 5 groene heuvels. Zijn jullie klaar voor een dagje Twente? We starten met een speciale verrassing. Nou, ik ben benieuwd wat die verrassing is. En hoe oud zijn jouw broers? Hallo. Hallo. Wat is prachtig hier, zeg. Ja, ja, mooi, heel mooi. Ja. Even weg van de stad, ze. Ja, gelijk klop. Maar jullie gaan zo even gezellig wandelen met de ezel. Nee. Heb je daar zin in? En jullie krijgen ezel Elsa mee, dus dat is de leukste. Ja, dat is dan echt. Ja hoor. Ja. Leuk, hoe zit dat? Leuk. Ja? Nou, daar gaan we maar. Gaan jullie dan ook zo'n dagje bos doen of wat is voor ja, jullie dan? Ja, best wel vaak eigenlijk. Ja, ja, wel heel vaak de natuur in. Wat vind je eigenlijk het leukste wat wij wel eens doen? Ezelrijden. Ezelrijden, dat is het allerleukste. Ja, dan moeten we dat nog maar een keer gaan doen, hè? Ja, bij ons rondom Amsterdam ook wel echt wel parken natuurlijk. En sowieso ook in de stad zelf. Ja. Maar een stuk compleet anders dan dit. Dit wilde ik gewoon hun ook heel graag meegeven, omdat ik hier ben opgegroeid als kind. Hé, ik heb hier wat voor jullie. In de rugzakje zit naast deze envelop nog een andere hint. Waar in Twente kan dit stille bootje te water worden gelaten? Dus moet het water in die bootjes? Ik weet dat je ergens op de Regge met fluisterbootjes kunt varen. Dus ik denk dat we daar naartoe gaan. Ik denk dat het een hele goede... Klopt dat? Ja, ik denk dat je het helemaal bij ja, het rechte eind hebt. Ja, superleuk. Nou, ik denk dat we met die auto naar Zuna kunnen, naar de fluisterbootjes. Hallo. Welkom bij Vakantiepark met Milke. Ja, dankjewel. In Zuna. Die bomen, zie je? Daar mogen jullie in slapen vanavond. Ik heb voor jullie hier de envelop met de hint naar jullie volgende bestemming. En dan heb ik voor jullie de diertjes. Jullie hebben Twente vanaf het water mogen bekijken. Jullie zijn nu veilig aan land en hebben weer een hint voor de volgende locatie gekregen. Ga op zoek naar de plek waar deze bessenknabbelaar, tijdelijk zijn capriolen vertoont. Zalandse Heuvelrug. Natuurmuseum Holterberg. Oh, super, we gaan naar Natuurmuseum Holterberg en daar zijn wij. Yes, thank you. Goedemiddag! Jullie zijn hier in een natuurmuseum. We hebben namelijk inderdaad 1000 verschillende dieren hier die je kan bekijken. Ik geef even een speurtocht aan de moeders. Thank you.
kijkers. Jullie laatste kidsproof-activiteit in Twente is nu voorbij. De capriolen van de reeën zijn geen geheim meer voor jullie. Bij restaurant Woody's wacht nu een hele lekkere maaltijd. Dan ga ik terug naar de dieren. Welkom bij Woody's. Hallo. Hallo. Ook nog een verrassing en ook dit gekeken. Oh, wat leuk. Wat vind jij het leukste, papa? Waar is de maaltijd dan? Dat is toch lekker klaar. Het museum, hè? Het was een magisch museum, hè? Ja! Ik vond het heel leuk om hier vandaag hier te mogen ontvangen. Ja, ja, dat is fantastisch. Ik ben heel benieuwd wat er in hun kopjes nu blijft hangen. Dankjewel. Ja. Leuk dat je ons hebt meegenomen. Ja, ja. Ja. En als ik nu gewoon terugkijk naar de dag en voor mezelf de highlights eruit pak, is het toch wandelen in de natuur. En met de ezel. Met de ezel, hoor. Ja. En ik vond het natuurmuseum, vond ik onverwachts, vond ik heel erg mooi. En je merkt ook dat de kinderen dat ook echt helemaal te gek... Ja, intrigerend. Aan het einde van dit kidsproof avontuur door Twente overnachten Roos, Lucas en Amelie in een unieke boomhut aan de Regge bij vakantiepark Het Mulke. Beleef twente.nl/kids